welkom op ons YouTube-kanaal. Abonneer en druk even op het belletje. Okidokie. Doei. Blauwe duimpjes. En abonneren. Doei. Vlog. Wij zijn de familie Meijers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee vandaag. Nou, ik ben thuis van het werk en ik heb me als eerste heerlijk lekker gedoucht. En heerlijk aangekleed. Nou was ik van plan om tosti te gaan maken, maar met broodjes. Lekker. Lekker en gezond. Dus dat ga ik heel even doen. Want ik heb net nog ook, of zo straks even nog administratie even gedaan. En andere dingetjes nog even gedaan. Dus goed. Dat doe ik dan buiten de vlog, want dat is erg saai. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig mee vandaag. En ik laat jullie gezellig verrassen. Yep. Dus, ja, het is vandaag een rustig dagje geweest. Ik had vanmorgen wel wat werk, maar ja goed, dat was weer heerlijk op tijd klaar. Dus dat vind ik wel weer fijn. Dat we ook weer thuis zijn. Zo. Oh, niet wacht, hoe deed dat? Oh ja. Het is weer fijn dat we weer thuis zijn. Ja, ja. Kijk, en dan doe ik dat. Zo. De andere kaas pakken. Nou, die is al klaar. Nou, deze is wat vlugger, warmer. Deze tosti-apparaat. Kijk, op. En dan druk ik hem even plat. Kan die zich opwarmen. Hè? Want het is vandaag vanmorgen, boh. Het is zo slecht weer geweest vanmorgen. Boh. Ik denk niet, hè. Kijk. Het is zo vies. Dan is het april. En dan is het nog zo slecht weer. Dus, maar ja, goed. Hopen als we met vakantie gaan, dat het dan iets beter wordt. Dus, ja. En we doen er allemaal niks aan. Dus ja goed. Dus in ieder geval, dat is dat. Ik heb het weer helemaal klaar. Daar is de kat. Hallo? Eeuw. Dus dan moet ik nog even een bordje even pakken. Want ja goed, die staat aan. Toppie. Dan zijn we daar weer gelukkig mee. En weer blij mee. Oh, een keer het bochtje. Jawel, laat me lekker vallen. Dus ja, goed. Ik heb een bochtje, carnavalsbochtje. En dan, ja goed, ik hoop dat jullie van de vlog gisteren genoten hebben. Wij in ieder geval wel van de hele dag. Dat is één ding wat zeker is. En we zijn weer blij dat we weer thuis zijn. Ja, dus kijk. Ik heb hier een vlog op staan. Dat is van Heerlen van de Schouwburg. En dat is ergens vorig jaar november geloof ik ergens geweest. Dus ja goed. En nou is het weer bar en boos met het weer. Kijk, kan ik wel heel even laten zien. Het is nou droog. Dus kijk. En daar die donkere lucht. Bah. Bleh. Maar ja. De natuur bepaalt het. Hè? Dat zeggen ze. Hè? Dus in ieder geval, ik wacht even tot het klaar is. Want meestal
Ja, nog eventjes nog wachten. Dus de kaas wordt gesmolten, dus ja goed. Wachten we heel even. Ja. Ik was net aan het rennen. Dus, en boven wil ik dadelijk ook nog een en ander nog gaan doen. En ja goed. Dan gaan we gewoon even kijken of wat. Dus in ieder geval, blijf even lekker gezellig hangen vandaag. En geniet van de beelden wat ik ga maken. En dan, ja. Dan hopelijk tot zo meteen. Tot zo. Zo, ik zag dat de tosti klaar was. Dus ik heb hem even eruit gehaald. Dus dan zitten die anderen erin. En dan zijn de broodjes weer lekker op. Dus ik ga lekker smikkelen en smullen. En dan laat ik het heerlijk lekker smaken. Dus, toi toi toi. En ik ga lekker eten. Toppie. Zo, ik heb het op. En die anderen zijn ook klaar. Hoi, ja. Oei, 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 oei. Dus ik ga dat heel even eruit pakken. Hopla. Dan heb ik zo'n lepeltje. Oh, dit is toch zo lekker allemaal. Ja. Ja, het is wat het is en we doen er niks aan. Nee. Ja, dat mag ik dadelijk wel eens schoon, dus yep. Nou, laat me even gaan. Ik kan het even afkoelen en dan ga ik die ook nog lekker eten. Yippie! Zo, kijk, ik heb de tafel afgeruimd. En hier ook zover opgeruimd en gelijk even het tosti-apparaat schoongemaakt. Ja, en dan ga ik hem even inklappen en even de kabel en zo opruimen. Of de tosti-apparaat even opruimen. Dus, ja, goed. En ik heb altijd zoiets van, dan kan ik het een beetje schoonmaken en dan blijft het ook goed. Dus, maar goed, dus in ieder geval, dat is van nu. Dat hebben we weer gehad. Dan ga ik naar boven. Linker of linker? Want ik wil eerst eens even de was wil ik ook nog doen. Ik wil hier even bed op maken en hier even het bed ook op maken. En even de was even doen. Dat wil ik ook nog even doen, dus ja goed. En ik merkte vanmorgen al dat het mijn vakantie begonnen is. Dus het was lekker rustig op de weg, dus ja goed. Maar in ieder geval, ik ga hier aan beginnen. En dit ook allemaal afhalen, want het is allemaal droog. En dan ja, ga ik daar mee aan de slag. Toppie! Zo, kijk eens. Alles is weg. Dus ik heb alles weggestreken. En opgevouwen en dat soort dingen allemaal. En ook gelijk even het bed even opgemaakt. En hier. En dan wil ik even overal even gaan stofzuigen. Dan is dat ook in ieder geval klaar. En dan kan ik ook die tafelkleed even opruimen. Dan is dat allemaal dik in orde. Dus ik ga eerst even beneden zuigen. En dan kom ik dan zo naar boven. Dus dat is mijn manier van stofzuigen. Ja goed, het is wat het is. En ik ga het even doen. Toppie! Zo, ik ben weer even wat verder. En ik heb hierboven heb ik alles gestofzuigd. De trap heb ik gestofzuigd. En hier beneden heb ik ook gestofzuigd. Dus in ieder geval, dat is helemaal klaar. En dan... ik had hier een oude vlog op staan. Dus dat is weer helemaal klaar. En dan... ja goed, ik ga heel even zitten. Eventjes. En dan, ja goed, hebben we dat we ook allemaal gehad. Dus, daar is de kat. Meeuw, meeuw, zegt hij. Hè? Oh. Dus, ja goed, dus in ieder geval, nu zeg ik even tot wel later. En dan kan ik even voorbij komen. En dan dadelijk eten voorbereiden. En dan dat soort dingen allemaal. Dus, in ieder geval, dat is dat voor nu.
En dan zeg ik even tot wat later. Yippie! Zo, ik ben maar even een hele tijd ver. En ik wou even het eten gaan voorbereiden. Joe, eten aardappelen. Eppelen. Nou, je zet er dan nog een paar in. Dus die ga ik eerst even opmaken. Want straks gaan we even weg. Want Linda moest op controle bij het ziekenhuis. Dus ik ga ze even schillen. Dus ik heb even lekker gechilled. En lekker rustig aangedaan. Ja, Linda komt dadelijk thuis. Dus ja, dan ga ik even alvast aardappelen schillen. Scheelt dat straks weer. Echt, dat meen ik echt oprecht. Dus ja, goed. Ik heb even, wat ik al zei, lekker rustig aangedaan. Echt heerlijk. Even een beetje bijkomen. Omdat we dan een beetje vroeg op moeten. Maar ja, goed. Dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Dus en we zijn weer blij. Dat we bijna compleet zijn. Want dadelijk ga ik ook Daan halen van de BSO. Ja. En dan zijn we weer compleet. En Daan gaat geloof ik mee. Als hij er zin in heeft. En anders rijd ik met Linde gewoon even samen, weet je. Dan is dat zo. Yes, alright, alright. Everything is in alright. Oké, heb je wel van die zwarte. Hopla. Van die plekjes zal ik zeggen, dat bedoel ik. Excuus. Van die rare plekjes wat af en toe in de aardappelen zitten, ja goed, dat kan altijd gebeuren. Hè? En ik had nog een was aangezet, die is ook bijna klaar. Dus als voor ik dan ga halen, kan ik die ook nog even ophangen. Want er was wat gisteravond laat niet meer haalbaar was. Dus, maar goed, toppie. Yes. Ja, en wat ik al vanmorgen zei, je merkt echt dat het vakantieperiode is. Heerlijk. Dat is ook wel fijn, weet je, als je zoals vanmorgen naar het werk. Dat is dan wel weer fijn. Ja goed, er zijn altijd mensen die moeten werken in de vakantieperiode. Ja, dat kan. Maar niet iedereen heeft vakantie in mei, hè. Yes. En dan is dit dadelijk al klaar. En dat doe ik straks. Doe ik dan vlees erbij pakken en groenten. Dat is zo gebeurd. Dus ja, wat voor vlees en groenten we eten, dat zien jullie wel vanzelf. Ja. Want Linda wil altijd een beetje alles klaar hebben. Dan scheelt dat ook weer. Ik zeg ja, heb je gelijk in. Dus is dat ook wel weer fijn. Ja, mocht het circus bij jou in de buurt komen, laat het even weten in de reactie. Dat vind ik wel leuk om te horen. Yes. Zo. Ja. Gisteren. Wat is het hier gisteren? Zo. Nou, ik ga hier even verder. En dan zie je dadelijk de rest.
Joepie. Zo, ik heb de aardappeltjes heb ik weer geschild. En zoals jullie horen, de wasmachine. Dus Linda kan elk moment thuis komen. Dus ja, nou, dan is dat in ieder geval al geschild. En alles al klaar. Dan hoeven we dat strakjes niet meer te doen. Als ze terugkomen, scheelt dat weer. Zo. Dan ga ik dat even opruimen. Oh. Hallo. Ja, dus hebben we dat alweer gedaan. Hebben we mooi schoongemaakt of aardappelen geschild. Linda is ook weer thuis. Ik zei al, het kan elk moment komen. Ja, je bent er al. Ja, dus dan wacht ik even tot de was klaar is. En dan hang ik die ook even op. En dan is dat ook weer prima. En dan ga ik daarna halen. Dus. Nou, dan is dat in ieder geval al klaar. In orde. Daar is Linda. Hallo. Dus in ieder geval, ja, zij is ook klaar. Ja, ik heb nog een douche. Ik moet nog een douche zetten. Het zijn voor de oren. Ja, dus daar gaan we dadelijk naartoe. Dus, maar in ieder geval, voor nu zeg ik even tot wat later. Tot zo meteen. En dan neem ik jullie daar gezellig in. Hey, toppie. Zo, ik heb de was heb ik hier opgehangen. Oh, ik kan die even hier wat in. Het is altijd in de wasmand. Dus het broekje laat ik daar lekker hangen. Want die verwarming springt af en toe aan, dan is het wel fijn. Nou, in ieder geval, dit is weer gewassen. Ik ga mijn schoenen aandoen. Want dan is het ook tijd om weer een dame van school. Van school. In de vakantie. Ja, dat kan zeker. Yeah, yeah, yeah. Oh. Ja. En dat is ook al thuis. Wat jullie zagen. Dus ik nou een douche. En ik ga dan even naar de BSO hem halen. Dus. Ik ga me de jas aan doen. En dan zie ik jullie zo. Zo, nou heb ik hem echt aan. Dan ga ik echt er van door. Dus ik ga hem nog halen en dan zien jullie hem dadelijk. Joepie. Jee. Ja, wat zeg jij? Oké, okay. Bye bye. Nou, tot dadelijk. Zo, ik ben weer thuis. En we zijn weer helemaal compleet. Kijk, tadaa. Dan pak gelijk lekker wat lekkers te eten. Nee, die lust ik niet. Die lust ik niet. Hallo, daar is die. Was dat de BSO? Hallo. Kijk, hij zegt niks. Even een leuke dag gehad, hè? Ja, en dan gaat hij lekker snoepen. Hè? En Linda is verdrietig zo te zien, hè, met al die doekjes. En Daan. Daan voelt zich niet zo lekker met al die snoepjes. Hè? Wat zit je haar weer wild? Ja. Kijk. Wat heb je gedaan? Hè? Ja, kan je mooi in de spiegel kijken, hè? In de camera. Dus, ja goed. Ja? Wat heb je allemaal gedaan? Leuke dingen? Ja. Ja, wat heb je gedaan? Computerspellen, hè? Leuke dingen. Ja. Ze hebben daar een Nintendo, dus ik heb begrepen van die begeleider dat hij waarschijnlijk bijna de hele dag daar op had gezeten. Er was eentje ziek naar huis gegaan, die voelde zich niet lekker. Ja goed, dat kan. Het is menselijk, hè. En ja goed, daar kwam hij dan invallen. Dus, maar ja goed, maar niks uit. Ik kon hem dan van de BSO, hier komt de kat. Ik kon hem en ja, er zat een nieuw begeleider zat erbij en er was er eentje, is dan, heeft een kindje gekregen, een begeleidster. En ja goed, dat is dan wel weer leuk. Dus ja, en daar komt hij. Ja, hoe was het op de BSO? Vertel eens tegen de kijkers. Hij zegt niks. Hè? Huh? Nou. In ieder geval, wij zijn weer compleet en wij gaan dadelijk gaan we in de auto. Tot zo. Zo, we hebben de jas al aan. Daar neemt ze Nintendo mee. Ja. En wij gaan richting auto. Yippie.
Zo, wij zitten in de auto en wij gaan op naar het ziekenhuis voor controle voor Linda. Voor de oren. En dat is in? Sittau. Dus, wij gaan even een stukje rijden naar Sittau. Tot zo. Yippie. Zo, wij zijn op de bestemming zijn we aangekomen. Het is hartstikke druk hier bij het ziekenhuis. En normaal zetten we hem in de C. Ja goed, nou zetten we hem een stukje verder. Het is echt druk hier. Geef even de muziek aan. Nou, Linda en Daan lopen daarvoor. Kijk maar. Ja, dus in ieder geval, we gaan die kant op. Yippie! Kijk, in het ziekenhuis kom ik ook niet graag. En Linda ook niet, en Daan ook niet. Maar ja, soms moet het. Het is alleen maar voor controle even vandaag. Het is ook wat frisjes nou. Want het is nou een graad of 10 tegenover vrijdag. En gisteren. Eigenlijk het hele weekend is het rond de 17, 18 graden geweest. En nou in één keer boom. Ach ja. Maar niks uit. Kijk. En daar. Daan is daar. Kijk. Ah, oh, net gemist. Nou, je hebt een lang wel weer. Ja. Kijk. 1, 2 en dan eraf. Bom. Leuk. Jee. Yeah. Nou. We zijn er, we gaan even naar binnen. Even nog zoeken. Yes? Ja, we komen net van daaruit en we moeten even door de hal nog. Daan, laat ik mevrouw even naar. Daan is ongeduldig. Daan is ongeduldig, Linda. Ja. Huh? Hij zal toch even geduld moeten hebben. Ja, we moeten vlak lopen. Ja, kijk. Geef het goede voorbeeld, Daan. Kijk. Daar gaat het. Hopla. Nou. En dan zijn we daar. Ja. Kijk, en normaal staan hier van die betaalautomaten, maar die staan nou buiten. Dan komt Linda. Oh ja, kan ik talen even doen. Huh? Automaten binnen. Staan nog buiten, dus yes. Yippie. Dan heb je van die zeulen hier. En dan moet Linda even aanmelden. Ja, gaat het even doen. Nou, we hebben ons aangemeld. Hè? Daan, zeg jij. Kijk. En wij moeten die kant op. Je hebt oost, daar gaan wij naartoe. En west is aan die andere kant. Dit is west, dat is oost. Die kant is oost, ja. Hè, Linda? Ja. Yippie. Ik mag niet op het groene. Waarom niet? 1, 2. Hopla. Ik sta op het groene. Ja, zo ziet het eruit. Oh, nog een keer. Van binnen. Nou, 1, 2. Hopla, goed zo. Nou, we gaan daar nog even melden. En dan kunnen we zitten. Yippie. Kijk, dan zijn we hier. Vorige keer toen we hier waren, waren we allemaal foto's van oudere mensen. En daar is Daan. En ze hebben het ziekenhuis in het miniatuur. Daar gaan we even naartoe lopen. Yippie. Kijk. Een ziekenhuis. In het miniatuur. Zie je? Leuk. Leuk hoe ze dat hebben gemaakt, hè. Kijk. Ja, je ziet het licht weer gaat. Kijk, zo ziet het uit. Kijk, en Daan. 1, 2, hopla. Gaat dat moeilijk, hè. Kijk.
En zo ziet het eruit. En hij is beneden. Nou, in ieder geval, Linda zit daar op zijn plaats. Ze was een beetje druk. Dus Linda had zich twee keer moeten melden. Voor we binnenkwamen aan die zeul. En hier bij de balie moet ze dan ook aanmelden. Kijk wat die doet. Ja goed, we zitten toch hier op de goede plaats. Zei haar, meneer, doe je voorzichtig. Nee. Dus in ieder geval, ik ga even bij Linda zitten en dan wordt ze dadelijk naar binnen geroepen. Yes. En Daan is hier aan het spelen. Is gespeeld in een ziekenhuis, Daan. Die Daan. Echt waar. Ach ja. Dan verveelt hij zich ook niet, hè? Dat is ook weer een kunst. Hop, daar gaat hij weer. Zie je dat? Gaat hij helemaal naar boven. Dan komt hij daar. Dus in ieder geval, ik ga even bij Linda zitten en dan dit ga ik verlaten. Zullen we dadelijk naar binnen geroepen worden. Yes, alright. En tot later. Met Daan op de achtergrond. Wee! Het is geen glijbaan. Nou, tot dadelijk. Ik ben weer bij Linda gaan zitten. Daan doet knuffelen, hè? Ja. Nee, mama is bij jou komen zitten. Ja, mama zat eerst daar. Ik zeg, kom maar hier aan tafeltje. Zit hier aan tafeltje even. Huh? Dus, jippie. Worden dadelijk naar binnen geroepen. Top. We zijn vlug aan de beurt geweest, hè, Linda? Ja. En die heeft gelijk een nieuwe afspraak meegekregen, hè? Dat is pas over een paar maanden weer. Dan moet ze weer terug. En je bent voor de? Oren. Voor de oren weer even schoon te maken. Daar is ze op controle hier in Sittard. En Daan? Ja. En Daan? Nou, wij gaan even die kant op en dan gaan we richting auto. Tot zo. We gaan naar bij de parkeergarage. En wat heb jij? IJsje. Lekker ijsje. Ik wou niks. Dus... ik had vanmiddag genoeg geluncht. En wat heb jij? En wat heb jij? Een suikerwafel. Een suikerwafel. Dus we lopen nog naar de auto. Dus, en dan zie je ons zo in de auto. Mama. Jippie. Nee, dat gaat nog niet aan. Nee, dat gaat nog niet. Ja, we moeten nog een stukje die kant op lopen. Is wel goed. He? Lopen is gezond. Is goed voor de bloedsomloop. He? Maar ja, als je niet kan lopen, dan is dat ook te begrijpen. Kijk Daan. Het is net of we bij het vliegveld zijn, hè? Zo. Met die parkeergarages en zo. Kijk maar. Hè? Maar goed, zover is het nog niet, hè? Ja. De vliegvakantie. Die komt er ook nog aan. Ja. Hè? Dus. Zeg het je wel? Mag ik iets zeggen? Dat wat? We in de zomervakantie daar naartoe gaan. Nou, dat merken ze wel vanzelf. Hè? Ik had me gisteren versproken. Ja goed, dat kan altijd gebeuren. Maar waar we naar de zomervakantie toe gaan, volgens mij weten jullie dat wel. Hè? Dus we zijn bijna bij de auto. Ga dan. En dan gaan we instappen. Dan zie ik jullie zo. Zo, wij zitten in de auto. Hè? Ja. We hebben alles gedaan wat we moesten doen. Dus het is alweer dik in orde. Dus Linda moet over 3 maanden weer terug hier in Sittard voor de oren. Want de oren zijn vandaag... schoongemaakt met ze. Aan één kant. Dus ja. In ieder geval, dat is dat. Daan is lekker een ijsje aan het eten. Ja, die woont een ijsje. Dus ik heb een suikerwafel, leer ik zo. Ja. En we zien ons thuis. Doei, tot zo. Even onderweg gestopt, want we kwamen hier van de N-weg af. Ik ga heel even kijken waar ik gisteren voor aan het zoeken was. Kijken of ze hier nog brood hebben. Dus ik ga even naar binnen en dan ga ik het even kijken. En als het niet is, jammer. Morgen weer een dag. Jippie. Want ik wist dat hier een Aldi was. Dus dat is vanuit de N-weg is dat gelijk even naar rechts. En dan ga je zo binnen door. Dus ik ga even zoeken waar ik moet zijn. Nou, ik heb het gevonden.
Jippie. Is hier om de hoek. Nou, ik heb het. Ik ga naar de kassa. Jippie. Zo. Ik heb wat ik hebben moet. Ik ga het even in de auto leggen. Kijk. Hier hadden ze genoeg brood. Jippie. Ja, ik moet even. Wacht even. Eén moment. Zo, ik zit in de auto, dus. Ja, dat is wel makkelijk als je vanuit Sittard komt. Ja, heb je die stoplichten. En dan ga je op een gegeven moment naar rechts toe en dan kom je hier langs. Want hier is ook een soort camping daarachter. Dus yes, alright. Ja, we zijn nog onderweg en hier is die camping. Is het camping? Ja. Ja, is de ingang. Ja, het gaat allemaal zo vlug. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar... Dus, ja, goed. We gaan naar huis. Jippie. Ja, ik moet dus even rijden. Moet even opletten, want ze hebben overal gewerkt hier aan de weg. En ja, het is ja, laat maar zien, voren. Ja, dan ben ik net te laat, want het gaat allemaal zo vlug. Dan moet je even draaien. Nou. Maar we zijn nog onderweg naar huis, dus we zien jullie thuis. Zo, ik ben heel even gestopt thuis. Om het brood even af te zetten. Ja. Linda is even aan bellen. Ja, juist. En wij gaan even weer verder. Dus, ja. Tot later. Ik ben even... Zo, ik ga even met Daan even naar Game Mania toe. Oh, ja, even wat vergeten. Ja, Daan heeft dat gepakt. Ja. Even dat gepakt. Dankjewel. We moesten de kaart hebben. Dus we gaan even kijken. Hij wou een Mario Kart. Mario Kart, een uitbreidingskaart heb je geloof ik. Of een pas is dat, weet ik het. Ik zeg nou, want we waren gisteren bij de supermarkt geweest. Gisteravond nog buiten de vlog. En dus daar waren we even in de supermarkt geweest, maar die hadden ze niet. Ik zeg, nou weet je wat, morgen zijn toch de winkels open. Dan gaan we even naar Game Mania. Dat zullen ze misschien wel hebben, denk ik. Dus, ja, kijk. Hier is de parkeergarage van het centrum. En hier zijn we in de stad. Zo vaak kom ik eigenlijk niet zo in de stad. Ja, af en toe voor het werk, maar heb je het ook ver gehad. Yes, en hier is het couriercentrum. Boah. Stoot hem even. Kijk, mooie bloemetjes. Allemaal hier. En Game Mania ligt hier om de hoek. Kijk, en hier heb je ook het station. En de beroemde frituren. Hupers. Hupers en snack. Die is al heel erg. Nou, ik ben er al. Dus, we gaan even naar binnen. Tot zo. Zo, we zijn binnen gaan even navragen. Zo, we hebben het. Hij heeft de, kijk hè. 3DS. Kijk, dat is zo'n 3DS. Mario kaart. Uitbreidingspas. Uitbreidingspas heet dat. En dan gaan we zo naar huis. Ik weet hoe het moet. Ja, hij weet hoe het moet, ik niet. Ja. Maar goed, dat zou wel goed komen. Dus... Kijk, allemaal mooie bloemetjes en plantjes. Yes. Dat is ook Hendricks. Niet Hendricks mode, die heb je ook. Maar je hebt ook Hendricks bloemenzaak. Kijk. Daan is mozaïek te proberen er vanaf te halen, maar dat gaat niet lukken. Die zitten zo goed vastgelijmd. Maar ja, goed. Dus. Komt die? Jippie! En hier is een hele oude bioscoop. Dit. Die is van 19. Net rond de oorlog is die geloof ik gebouwd. Dat is de. Ik meen de Royal Theater noemen ze dat hier in Heerlen. Dus er zal in de geschiedenis, als je Royal Theater opzoekt op internet, dan zal je. Dan heb je het. Daar vind je heel veel informatie. En hier zou ook waarschijnlijk nog iets komen.
Wat dat is, weet ik niet, maar dat komen we wel vanzelf aan. En dit is de magazijn van Mediamarkt. Als je iets moet afhalen. Dus wij gaan dan naar de auto. En dan zie ik jullie zo in de auto. Yippie! Oh, kijk, dat wou ik nog even laten zien. Daar heb je ook de stad. Is de andere kant van de stad. En hier is het Corriecentrum. Dus, op in de auto. Zo, wij zitten weer in de auto. Linda is even aan bellen. En wij gaan op naar huis. Tot later. Ja. Doei. Wij zijn thuis aangekomen en ik wou beginnen met het eten. Ik ga eerst eens even dit aanzetten. En de aardappeltjes even opzetten als ze willen. Dan moet ik het even anders gaan doen. Ja, wacht. En we eten erbij lekker stukje kabeljauw. Mini braadworstjes en een klein potje witte bonen en tomatensaus. Dus ik ga heel even het gas even aanmaken. Want schijnbaar wou die niet... Nou, Daan is blij met zijn Mario Kart uitgebreid kaart. Of wat weet ik veel. Gedaan. Goed zo, Jan. Je moet gewoon helemaal naar onder nog. Ja, dat zei hij. Hij is nu al gedownload. Goed zo. Kijk wat we eten. Doe je schoenen even uit. En voor mij en Linda in ieder een halve lekker stukje gebakken vis erbij. Heerlijk. Nou, de aardappelen staan op. Die zetten we even hier neer. Voor de kat ligt uit. En even oliepan. Hier heb je even die ziekoe. Die vlam is wat te hoog. Nou ja, wachten we dan maar even mee. Zetten we die laag? Ik heb mijn handen gewassen. Wat dan? Ik ben even bezig, Linda. Ja, ik ga even naar huis. Oh, nou, dan kan de vis ook gelijk erbij. Dat maakt zich toch niet zo heel veel uit met die worst, want die zijn toch ook vlug klaar. Dus ja, nou, die is schoon, dus die hoef ik niet op te spoelen. Dat scheelt weer. En dan, ja, dat dadelijk even allemaal weggooien. Dat ruimen we dan dadelijk wel even op. Zo, laat ik dat hier liggen en dan kunnen we beginnen met koken. Yep. Goed, pannenlapjes even pakken. Knijpklap, de vork. Nou, en dan kan ik ze omdraaien. In dit principe is het eigenlijk zo klaar. De worstjes, volgens mij.
En de vis ook. Dus dan is dat samen dadelijk tegelijkertijd klaar. Dus, ja, dus we zijn weer thuis. Dan wouden we even ook naar de stad gaan, omdat we toch op één weg waren. Ja, dan hebben we dat ook weer gehad. En dan is dat ook weer in orde. Ja, ik had een beetje geknoeid hier. Zo. Dan doen we nog strakjes. Allemaal opruimen. Ik hou nog even het vlees in de gaten. Hij heeft nou zo'n uitbreidingspas van Mario Kart. En die wou hij heel graag hebben. Ik zeg nou, dat we dat gisteren ook in het, aan het zoeken waren. Dus weet je wat ik al zei, dan doen we dat vandaag. Want ja, gisteren was Game Mania was dicht. Dus zodoende hebben we het vandaag gehaald. Misschien maar één of ander uitgebreid kartbaan of wat, ik weet het niet precies. Ja, dat is wel altijd een leuk spelletje, vind ik. Mario Kart, dat is zo'n beroemd spelletje. Dat is wel leuk. Nou, dat staat aan. De aardappels zijn aan het koken. Kan ik wel heel even laten zien. Kijk. En de worstjes en de vis. Witte bonen in tomatensaus. En die kan ik nog hebben. En de aardappeltjes. Dus... ja, en dan beginnen we heerlijk lekker te koken. Jee! En dan neem ik jullie gezellig mee. En mijn kokkunsten laten zien. Zo. Nou. Dat is dat. Even die weer omdraaien. Dat is wat ik zei, die worstjes, normaal hebben die andere altijd, maar ja, nou niet. Nou een keer wat anders. En een lekker stukje vis erbij. Heerlijk. Nou, ik laat het eventjes zachtjes in gang gaan. Dan ga ik eerst even de kat verzorgen en dan even het bord pakken en dat soort dingen allemaal. Maar dat zien jullie dan zo. Dus, tot even wat later. Toppie! Zo, ik heb de kat heb ik verzorgd, dus die is klaar. Maar hij komt altijd nog even terug om te kijken of er nog wat te eten is. Ik ben nog altijd aan het koken. Dus hier ben ik af en toe in aan het roeren. Het vlees ben ik in de gaten aan het houden en de aardappeltjes. Ja, ben ik zo af en toe een beetje aan blazen. En ik heb nog de tafel gedekt. Tadaa! Tafel is gedekt. We zijn een spelletje aan het doen. Met Mario Kart geloof ik is dat. Ja, niet gesponsord trouwens. Hè. Want ja, hebben we zelf betaald. Dus ja, in ieder geval, dat is weer dat voor nu. En dan, ja, ga ik dat even doen. Toppie! Zo, ik heb even de lamp van de camera even aangedaan. De aardappeltjes zijn klaar. En dan ga ik het heel even op mijn bord leggen. En dan kan ik het zo gaan afgieten. Stukje vis erbij. Dat is een beetje voorproeven. Yeah, right. Nou, doen we dat even zo eromheen. Dan kan het lekker opwarm blijven. Ik moet even de pan even omspoelen. Kijk maar. Yippie!
Jippie, jippie, oh. Dan kan ik even jus maken. En dan betaal ik even alles af. Yes. Alright. Zo, dat is dat. Dat gaan we dan straks op. Ja, ik had hier nog wat ik opgeruimd en dat soort dingen allemaal. En ja, nou ga ik dan even de jus even maken en dat soort dingen allemaal. En dan is het wel weer mooi. Zo is de jus. Aardappelen zijn klaar. En de witte bonen en tomatensaus is ook weer klaar. Yes. Toppie. Je kan niet altijd dat licht aan doen. Ik denk, ja, doe nou eens een keer. Is wel wat anders. Ja, goed. En zo ben ik nog even aan het roeren. We zitten in de woonkamer. Dus, nou, ik ga jullie toch heel even neerzetten. Hoppa, zo. Zie je het verschil? Heb je meer belichting met filmen? Ja. Nou goed, ik doe dat niet altijd, hè. Af en toe, hè. En vooral als we dadelijk ergens zijn of zo, of wat dan ook. Dan, ja goed, is dat wat minder. Dus, en vooral dadelijk als we op vakantie zijn, het is donker, dan is dat ook wel weer fijn. Dus, en dan kunnen jullie ons ook gaan volgen. En als het dadelijk ergens donker is, dan kan ik die lamp gebruiken. Huh? Ja. Allemaal mooie tipjes. En, hè? Nou, de kat was hier. Wat, hè? Ja, is dat zo? Hè? Kijk. Daar is die. Zeg maar, hallo mensen. Kijk mama, kijk hoe daar is. Ik ben nog een tweede ronde. Nou ja. Ach ja. Toppie. Wacht, ik geef je een antwoord nou. Dan is de camera weg, geef je antwoord. Kom maar. Ja, dat is goed. Ik hoef alleen maar de aardappelen af te gieten. Dat weet je. Dat is zo moeilijk. Heel moeilijk zelfs. Ja, wat is dat? Zo, leg in de pan doen. Normaal leg ik het dan neer, maar... Oh, wacht. Ik heb het vergeten af te spoelen. Heel even op tafel zetten. Zo, ik heb het op tafel en de jus is ook gelijk klaar. Dus nou hebben we gelijk twee vliegen in één klap. Nou, dan ga ik dat even op tafel zetten. Tot zo. Zo, ik heb niks meer op het gas van huis. Linda is hier en alles staat op. Tafel. Oh, ik zie alleen dat we een lepel nog moeten pakken. Dat ga ik dan eerst even doen. En dan gaan we heerlijk lekker eten van onze heerlijke maaltijd. Yes! Linda. Oh, okidokie. Tot zo. Top! Zo, we zijn weer even wat verder. We hebben heerlijk gegeten. Linda zit met na te genieten. We gaan de boel gaan we opruimen. En dat soort dingen allemaal. En de aanrecht weer schoonmaken. Dat gaan we eerst even doen. En dan neem ik jullie dadelijk nog even mee. Dus, oppie toppie en tot zo. Yay! Linda!
Tot zo. Hoi. Zo, zoals jullie zien heb ik de tafel afgeruimd en schoongemaakt. Linda zit heerlijk op de bank, hè? Ja. Lekker te chillen. En ik heb het gas van huis, spoelbak heb ik schoongemaakt. Gas van huis, ja. Prima, oké, prima. Gas van huis. De spoelbak schoongemaakt, aanrecht schoongemaakt. Het gas van huis heb ik schoongemaakt en het ontbijt van morgen vroeg heb ik al klaarstaan. Dus in ieder geval, ik heb net even een crackertje even nog erbij gegeten als toetje. Dus ja goed, dan gaan we bij deze, dan gaan we dan de vlog gaan we afsluiten, hè. En Linda, sluit je mee de vlog af? Linda? Ja? Sluit je mee de vlog af? Ik was die vlog van ons in kijken. Ja, ik had onze vlog opstaan van Kinderstaat. Ja. Dus het is een heel leuk... Ja, amusementhal, zullen we het daarop houden. Het is altijd wel leuk om terug te kijken. Voor dus, kinderen is het hartstikke leuk om alles ja. te doen. Dus in ieder geval, laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zouden we hartstikke leuk en fijn vinden. En dan gaan we nu echt afsluiten. Want wij willen ook lekker dadelijk op de bank gaan hangen. En dan heerlijk genieten van de avond. Dus vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. En in ieder geval hartelijk dank voor het kijken naar deze vlog en al die andere vlogs. En dan wens ik in ieder geval een hele fijne, mogen jullie zelf invullen. En dan, Linda. Blauwe duimpje, vergeet niet te abonneren. Klik op belletje, blauwe duimpje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. Doei. Dan wens ik in ieder geval nog een hele fijne... Ja, mogen jullie zelf invullen. Dus in ieder geval, hartelijk dank voor het kijken naar deze vlog en al die andere vlogs. Dan komt de kat. Komt ook even gedag zeggen. Ja. Huh? Dus in ieder geval, toi toi toi. En we zien ons morgen weer terug.